Barneveld Sportgala gaat dit jaar niet door, omdat ook hier de kredietkiezer zich laat gelden. We vragen enkele voorbijgangers wat ze hiervan vinden. Ja, het Barneveld Sportgala dat gaat dit jaar niet door. En dat komt omdat het slecht gaat met de kredietcrisis. En ik vroeg me af wat u ervan vindt. Nou ja, ik denk dat iedereen moet inleveren. Maar ja, het is wel zonde natuurlijk. Ja. De sponsors die blijven achterwege natuurlijk. Hè. Niet dan? Dus, ja, inderdaad. Alle sponsoren die trekken zich terug inderdaad. Ja. Nou, ik kom zelf niet hier uit Barneveld vandaan. Maar ja, ik vind het altijd een zonde dat ze die projecten altijd in moeten leveren. Dus. En heeft u zelf ook, merkt u zelf ook dingen van de kredietcrisis? Ik niet. Nog tot heen toe niet. Ik ben gepensioneerd en nou ja, alles gaat als gewoon gangetje. Ik heb mijn werk en ik heb alles, dus ja. Sportgala, ik ben helemaal onbekend hier in Barneveld. Maar okay. Ik vind het jammer dat het niet doorgaat als de reden is voor de kredietcrisis. Ja, inderdaad. Dus het sportgala aan het eind van het jaar. Alle kampioenen worden geëerd op het sportgala. En nu trekken alle sponsoren zich terug, omdat het slecht gaat met de kredietcrisis. Dus. Ja, dat is jammer. Je moet zoiets met altijd doorgaan. Ja, precies. Sport is belangrijk voor de mensen. Hè? Daarom. En we vroegen ons ook af, merkt u zelf ook iets van de kredietcrisis in de maatschappij? Nee, in de maatschappij, ja. Als je de tv aanzet of de krant, dan hoor je niet anders en lees je niet anders. Dat zijn natuurlijk altijd de eerste dingen die er aan moeten geloven. Hè? Wordt meteen op bezuinigd. Dus ja, jammer voor jullie denk ik, maar wel begrijpelijk. Oké, en merkt u zelf ook wat van de kredietcrisis in de samenleving? Ja, absoluut. Ja, zoals wat? Wat merkt u dan? Nou, mensen zijn niet zo heel snel met uitgeven. Eerst nog maar eens even denken, nog maar eens even kijken. Ik kan het maar één keer uitgeven en dan is het toch. Nou, kijk, op zich vind ik het heel goed dat zoiets gebeurt. Is het toch een soort sociaal gebeuren binnen het Barneveldse en zeker binnen het sportgebeuren. Ik weet, ik ben raadslid van Pro 98, dat wij één keer, toen er heel erg bezuinigd werd, moest worden dat wij eenmalig de subsidie gevraagd hebben stop te zetten. Dat is naderhand gebleken dat het dan toen ook niet doorging. Maar het is wel zo dat de Fortis, waaronder de Fortisbank, heeft namelijk een hele bijdrage geleverd. Toen dacht ze 10.000 euro om het toch nog doorgang te laten gaan. Maar ja, de bezuinigingen hebben gelezen aan de kant, ook van Fortis. En wat heel jammer is niet alleen voor het Barneveldse, maar is eigenlijk voor de hele breedte sport in Nederland. Was door heel Nederland hebben ze eigenlijk al de breedsport geholpen. Kijk hier eens in Barneveld ook naar speeltoestellen bij scholen en dergelijke. Dus ja, het is de wrange nasmaak van een kredietcrisis. Maar ik hoop en ik denk dat ik wil ook daarbij best bij helpen om me hard te maken. Om het door te laten gaan op een of andere manier. Want het is natuurlijk wel een heel leuk Barnevelds gebeuren. Ja, sorry, ik vind er niet zo heel veel van.